Ja, precies. Nee, ik ga dood. Oh, ik had hem ook nog bijna, hè? Wat slecht. Oh my god. Yo, dan mensen. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games for Real. En in deze video ben ik niet alleen. Ik ben samen met Jeffrey. Hoe is het, jongen? Slecht. Ja, mooi. Nou, vandaag spelen wij allebei in twee TDM-potjes met de NV4 Chaos. En ja, we gaan gewoon kijken of we een goede score met dit wapen kunnen halen. Jeffrey heeft hem ook aanstaan. Wij hebben hem allebei locked en het is echt, echt een beast van een wapen. Je kan supersnel hipfire'en. Dat is echt overpowered gewoon eigenlijk, kan je het wel noemen, die hipfire. Dat is gewoon kapot sterk. En ja, ik heb de UV, de Vulture en de Warden aanstaan. Dus we gaan gewoon kijken of we die kunnen halen. En ja, dan zullen we het zien. Kijk, hier hipfire, zie dit. Oh, nee, ik heb geen longbarrel erop. Dat ja, moest dat eigenlijk van Jeffrey, maar ja, ik was weer zo skuif. Ja, longbarrel op die... Jongen, longbarrel is gewoon best op het wapen. Dat is gewoon beast, man. Oh, nog één. Maar die hipfire, jongens, dat is echt sick aan dit wapen. Ik zal het zo meteen proberen te testen. Hier, die hipfire hem is? Ja, oh nee. Ja, nou, ik weet niet. Ik heb fire hem. Oké, nice. Ja, ik kan dat niet zien. Ja, weet je wat met die hipfire is? Het is gewoon... Als je hipfire is gewoon een submachine, weet je. Ja, dat is... Dus op close range kun je het gewoon alsnog winnen van een Erad of zo. Ja, precies. Nee, ik ga dood. Oh, ik had hem ook nog bijna, hè. Wat slecht. Oh my god. Dat hun mij zo laat pas hadden. Ja, eigenlijk had ik daar moeten hipfire, maar dat... Dan moet je ook weer een beetje aan wennen, weet je, aan dat hipfire. Maar ik ga deze vent hipfire, kijk. Kijk hoe vaak je hem raakt, hè, van die afstand al. Dat is echt sick, jongen. Holy shit. En hij zit er natuurlijk ook anders uit, dus dat is ook... Kut mij één. Dat is ook mooi. Ik vind dit echt een vette wapen uitzien. Kijk hoe dat eruit ziet, man. Met die mooie boobs eraan hangen. Fucking mooi. Ja, mama's. Boobs. Holy shit. Trouwens, deze map is Scorch. Het is niet een hele chille map, maar ja, we gaan gewoon twee potjes doen. Dus misschien komen we zo meteen echt op een chille map. Dus, weet je als een challenge met het wapen kunt doen, Dylan? Nou, de hipfire challenge. Alleen maar hipfire. Ja, dat dacht ik al zoiets. Ja, dat... Kijk jongens, hipfire. Kijk hoe ziek snel dat gaat, jongen. Dat is echt sick aan dit wapen. Natuurlijk, je hebt ook een flatline, dus een soort van gelijkwaardig-achtig wapen. Alleen hij kan iets anders. Maar wat kan hij echt anders? Rage quit. Hipfire. Kijk dit, jongen. Dat is echt chill, man. Hey, ik had een mission team shit. Oh, ik moet gewoon 1500 points. Oké, dat is makkelijk, jongen. Dat is makkelijk. Ja. Ik moet even mijn score streaks halen, man. Dan ben ik blij. Hipfire. Kut, man. Er zat één helemaal achter. Dat had ik niet eens door, bruh. The fuck, man. Hij zit gewoon dus... in een hoekje. Wow. Call of Duty. Kijk hun scores van de enemies, jongen. Even serieus. Kijk één keer. Echt triest, gewoon. Wij zijn gewoon goed... Oh, nee. Blijf erop. Ja, je gaat me niet weer killen, man. Met je kutcamper. What the fuck? Wacht, draaide hij zich om? Nee, kut. What the fuck? Ik weet niet wat hier allemaal gebeurde, maar dat was een beetje raar. Jeffrey, we hebben allebei onze connected karma aan, man. Nee, ik heb hem al eens. Ja, die van mij is nu ook weg. Hij is van mij al afgelopen. Ja, bij mij ook. Beetje laat reactie van je, man. Ja, waar zitten ze, man? Even serieus. Oh, ja, hier. Ja, ze zijn alweer geflikt. Ik loop helemaal naar de fucking andere kant. Zijn ze pas weer geflikt. Ja. Maar mijn clash, jongen, ik heb niet eens longbarrel erop, maar toch is die echt wel chill, hoor, nu. Maar wat helpt longbarrel? Gewoon dat hij langere afstanden kan beter schieten? Ja, je hebt in longer ranges heb je vaak heb je minder kut. Oh, dus je ja, oh, ja, dus kan gewoon lange afstanden dus beter schieten. Ja, oh. Close range heb je ook gewoon... The fuck, jongen! Hier val je kut! Ik keer door die tyfuskop van en hij is nog niet dood. Ja, dat is... Dat dan ben je gewoon scheef, hè, Jeffrey. Dat kan het ook zijn. Oh, kut, hij liep net daar binnen. Oh, die zou dood. Ik wist dat hij eraan kwam, jongen. Ik wist het. Maar ik vind dit wapen zo sick eruit zien ook gewoon, hè. Ik vind hem echt mooi. Deze vent dood, doei. Even liggen en springen. Maar ik kan misschien wel een keer een NV4-class aanmaken voor jullie. Gewoon om puur om te... Want ze zijn best wel chill, zeggen mensen. Vrienden van mij die... ja, ik heb een keer gezegd... Hé, zet dit op je wapen, dit en dat... Dat is een... Oké, Scarab, die ga ik niet eens pakken. Fuck dat. Er lag een Scarab van de enemies. Maar, oh, je bent dood gegaan. Dat is leuk, Scarab. Nee, dan heb je niks aan. Natuurlijk wel, Scarab is gewoon mooi. Dat is gewoon mooi. Dat is gewoon een goeie. Nee! Oeh, nee! Niet alleen. Fuck. Oké, ik heb de UV. Ik kan nou even mijn vultje halen. Dank je. Die teammate heeft de Scarab. Echt? Ja, die teammates strijden altijd voor die care packages, man. Je denkt zo van, laat het gewoon liggen, man. Op Black Ops 3 kwam ik iemand tegen. Die zat in een hoekje. Ik heb de kill gekeken, hè. Hij liep in het hoekje. Ging die reloaden, ging die heel lang om zich heen kijken. Killde die mij, omdat ik langs kwam lopen. 1 seconde later hoorde hij
HDXD inbound. Is iemand bekend van HDXD? Echt? Ik heb trouwens mijn Warden gehaald. Maar dit wapen speelt zo lek, jongen. Even serieus. Oh, kut. Ik sla dit op mijn bro. Ah, sorry. Had ik hem gekillt, still dood? Ik trap tegen jou aan weer hier. Waar spannen ze? Hier? Nee, 90. Spannend. Kijk hoe snel dit... Oh my god, we zijn echt aan het rek, jongen. 30 om 5. Holy shit. Het gaat lekker, man. Dit wapen is zo fucking chill, hè. Dus ja, als je een keer genoeg salvage hebt en je zoekt nog een mooi epic wapen, koop deze, zou ik zeggen. Ik denk ze... Of flatline. Of flatline. Ja, flatline is ook wel chill, ja. Daar heb je gelijk. Maar dit hipfire vind ik zo fijn, jongen. Oké, het potje zit er nu al op. Holy shit, 33 om 5 doos. 6.60 kd. Jeffrey, jij ging wel wat minder, maar ja, ook gewoon positief. Dat is back, man. Ja, dat is toch zo, jongen. Ja, boos. Nee, maar meestal gaat mijn tweede potje geld beter. Ja, okay, bij mij dus, is altijd twee keer scheefrecht. Ja, twee keer scheefrecht. Maar jongens, we gaan dus twee potjes doen. Dus op naar game nummer 2. Yo mensen, we zijn bij game nummer 2 aangekomen. En ik heb mijn clash een beetje aangepast. Ik heb zoals wat Jeffrey zei, longbarrel erop gezet. En ik heb nu mijn scorestreaks, de Yuffie, Lightning Strike, of hoe heet dat? Scourges en Warden. Dus ja, we zitten op terminals. Wel echt een chille map hoor. Op zich. Ja, dus ja, we gaan gewoon lekker knallen jongens. En hopelijk kunnen we weer zo lekker een score halen. Net als net jongen. Dat ging... Oh, sniper. Pff, hij kreeg een hitmark voor mij. Dit is zo'n man waar je één keer fucking goed gegaan. Ja, en kut man. Ook slecht. Ja, ik vergeet... Ja, maar dat is wel waar, dat is wel waar. Ga dood of zo met je tering snijpen. Ja, hij is vies. Oh my... Die impact core, nog wat. Guy, die is fucking... zit nu al op een 3 streak. Ik fucking weet hoe kort... Ja, oh ja, hij is al dood. Nice. Ik heb Jukka Marm, wacht. Ik vergeet de hele tijd de hipfire, man. Maar kijk hoe goed het kan. Dat is echt sick. Natuurlijk, je moet niet heel ver weg gaan staan, maar... Kut, ik word beschoten, maar van waar? The fuck? Kan ik wel aan, hoor, vanaf ver. Hip ja, kan, ja ik ken het wapen. Ik heb het echt serieus net, dit wapen. Oh, hier zat hij, hè, vies ventje. Oh, jongen. Ik snap niet, hè. Waarom zou je zo hard campen in een fucking game, man? Dat is toch niet leuk? Dan krijg je geen kills, geen scores. Ja, oké, scores streaks misschien wel. Ja. Maar dat is gewoon een sky, jongen. Jongen, die... Hoe dan? Hij snipt mij gewoon, jongen. Hé, what the fuck? Deze guys zijn wel anders aan het spelen dan net. What the fuck? Echt, ik weet niet. Hebben ze pillen geslikt of zo? Ja, echt, hè? Oké, ik ga hier voor je. Let op. Pillen. Hier, pap. Neer. Hij is ook. Hier. Oh, wat? Huh? Hoe kon ik waarom hem niet hebben? Waarom hebben mensen veel geluk? Waarom krijg je fucking Bunker Buster MK2 variant van een fucking Kewa? En iedereen wel. What the fuck, Jeffrey? Wij gaan zo gerekt worden nu, hè? What the fuck? Hier, kijk, ze campen, man. Echt triest, jongen. Donder op. Hier, lul. Zo, ik heb twee man gehipfired. Ja, dat is echt... Ik heb jeuk aan mijn bank. Zo. Dat is echt oké, hoor. Zit hier zeker één te camp of zo. Ja, hier heb je er één. Doei. Achter me. Ik vind dit potje nou niet meer leuk. Het zijn... Fuck. Ze zijn aan het campen, man. Oh, mijn één. Oh, mijn één. Waarom zijn ze nu niks zo goed? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij zijn er andere mensen bijgekomen of zo. Ja, zoals die impact keer of niet. Ja. Fucking hell, man! Ik heb zo geluk steeds, jongen. Die longbarrel is soms wel echt chill, hoor. Je kan die verre afstandjes nog steeds wat verder of beter schieten. Dat is wel chill. Dat is ik. Waar zit hij? Oh, daar. Oh, teammate. Jeffrey, tyfel. Jeffrey, what the fuck achter je? Hij is zo gay, jongen, die impact guy. Die killt mij de hele tijd. Hier, op kleuren. Oh, nee. Ik gooi mijn scoortjes op mijn fucking... Ja, jij bent ook gay. Ik heb nog twee keer... Huh? Die ging vol op dat vliegtuig, hoe kan dat? Campen. Krijg er gewoon nog kills mee. Ja. Die impact is de... Alles huh? gaat er doorheen. Alles, je gooit op het vliegtuig, alles gaat er doorheen. Maar het vliegtuig blijft gewoon helemaal heel. Ja, dat is weer gewoon niet realistisch. Ja. Maar... Let's go. Ja, maar die impact guy, dat is de enige vent die mij steeds killt. Oh, thanks. NP. Jong, pak die andere dan! Ja, die heb ik toch. Jij hebt zo slecht. Yeah. Oh shit! Wat? Oh nee, hij heeft die bunkerbuster Mark II variant, man. Die is al sick. 1 minuut geleden heb ik dat ook gezegd, maar is niet erg. Oh ja, hey, ja, weet je, fuck jou. Ik ga dood. Oh, concentratie hier, joh. Kill hem, Jeffrey, kill hem. Heb je hem? Ja, hij zit aan dat fucking hoek, jongen. Kom hier. No scope. Fuck! Rage! Ja. Beam. Oké, okay. Oh nee, wat? Hoe kan hij... Oh, killsteal. Oh, kut!
Nee! Oh, mijn emu. Ja, dit gaat echt kreungeluid. Sorry, jongens. Soms moet je echt even die concentratie pakken, weet je wel. Oh my god. Fucking! Killsteals. Lekker. Ja, die map is wel leuk. Jongen! Die sterrensniper, heb je geen fucking leven of zo? Mal. Sorry, die moest ik even doen. Hé, je bent dood. Ga even graf. Zo, oké. Okay. Kom op, Jeffrey, je moet dit... Nee, shit, man. Hun campen allemaal in het vliegtuig. Die gaan niet heel slecht of zo, maar... What the fuck. Het is gewoon niet leuk om door campers gekild te worden, man. Dan denk je echt van... Ah, oh, weer zo'n onnodige kut, dad. Dat is echt sky, man. Oh, je val je. Kijk, dat is ziek, joh. Nu zitten we hier. Oh, lekker. Nog één. Ja, pak hem dan. De fuck zit hij? Oh, what the fuck? Oh, hier. Huh, lol. Ik kom even van beneden kruipen hier, jongen. Oh, nee. Kijk, ze campen. Vliegtuig. Ja, allemaal vliegtuig, man. Nee, in mijn rug. Hij heeft ghost aan, man, die impact core. Ja, iedereen gebruikt hem, maar hij is de enigste guy die mij killt, terwijl die fucking negatief gaat. Fucking hell, man. Die sniper. Rage quits. Oké, wacht. Concentratie. Waar is die guy? Waar is deze? Hier zit een sniper opgetief. Jongen. Ik zie net iemand. Ja, die Maddox. Ah, fuck jou. Deren. Zo, jij schuilt wel lekker, man, vandaag. Ja, ik heb echt... Wow, what the fuck? Dat lijk vloog fucking hard hier. Jongen. Lekker, dankjewel, teammate. Je hebt toch maar iets goed gedaan. In je fucking leven vandaag. Nee, ik ga dood. Oké, het rijdt. Hipfire. Oh, als ik die ook nog had. Ik had die andere zo mooi met die hipfire redden. Het gaat kapot snel. Dat is wel echt chill aan het wapen, hoor. Maar ik denk toch... Ja, long barrel. Het is wel chill, maar... Extended Max vind ik chill, weet je. Ik schiet soms heel veel mis. Ja, maar je kan ook Extended Max er nog bij opzetten. Hè? Met ja, dat is... Oh zo, ja, precies. Dat is wat ik ga doen, denk ik. Want ja, dat is wel chill, denk ik. Waar spannen ze nu? Oh, weer hier. Ik heb geen vloot. Laat maar, daar gaat campen zit er weer. Ik zweer het, ik neuk je moeder. Ik neuk je moeder. Fuck jou! Ik heb hem. Oh, ik heb de final kill volgens mij. Pap. Maar zoals je ziet, jongens, dit wapen is fucking sterk, jongen. We hebben wel geoond op zich, maar het was niet een heel goed potje. Kijk, dit hier. Pap. Pap. Ja. Maar jongens, dit was natuurlijk de video met Jeffrey, natuurlijk met de enige echte MV4 Chaos. Een super chill wapen om te gebruiken en om natuurlijk hip te firen. Of hoe je dat ook zegt, te hip firen. Het is een super chill wapen, dus ik zou hem zeker aanraden. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet een duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. En een leuke reactie wordt altijd gewaardeerd. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Hey, later, subscribe, mensen. Subscribe ook even op Jeffrey. Je hebt geen kanaal. Nee.